Sadilek. Nog maar eens inbrengen die bal. Naar achter Loert. Czerny. Die krijgt de bal dus ook. Staan er 6 van Twente voor het doel te wachten. Hier is Brenet. Die brengt hem erin. Het doelpunt van Brenet. Je ziet het anders. Je beleeft het anders ook als je het terugkijkt. Want je ziet het in allerlei scenario's. Van de achterkant, zijkant en alles zie je het voorbij komen. En dan denk je toch wel van dat het toch wel een prachtig goal is geweest. In het veld zelf, ja, dan heb je dat niet echt door, want het gaat allemaal zo snel. En dan, voordat je weet, zitten al die teamgenoten om je nek te juichen en alles. Dus op dat moment zelf sta je er niet echt bij stil. Maar hoe je er dan terugkijkt en hoe ik zei al van andere soorten hoeken en alles, ja, dan was het wel een prachtige goal, ja. Ja, ik bedoel inderdaad, is hij dan misschien nog mooier nog dan mooier, je op het veld had? Ja, zeker, zeker. De assist dan wel van Czerny, die legt hem klaar. En Brenet. Hoeveel hiervan precies zo bedacht is, er een afloop wel vragen. Maar hij valt precies in het hoekje. Kun je eens kort nog vertellen hoe de laatste jaren voor jou zijn geweest? Ja, eigenlijk de laatste anderhalf jaar was het best wel moeilijk. Ik kwam steeds minder aan spelen toe, tot aan helemaal niet meer aan spelen toe. En ja, dat gaat als een speler, als een voetballer gaat het wel aan je vreten en dan je wordt triest, mentaal wordt het zwaarder. Je bent niet meer vrolijk, je zit niet meer in je vel. En eigenlijk dat waren eigenlijk tegenslagen. Tot en met nu dan, nu voel ik mezelf weer uitbloeien. Ik voel de vreugde, de plezier weer. En ik denk dat is het belangrijkste als voetballer zijnde. Dan maakt eigenlijk alles rondom, maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit als je maar het plezier en de fun in het spelletje zelf heb. Ja, dat deed je als kleine jochie en ja, dat hoop ik voor elke speler nu nog steeds. En als je dat verliest in anderhalf jaar tijd, is best wel lange tijd, dan ja, gaat het aan je vreet, ga je kapot eraan. Ik meende dat ik jou in een interview ook hoorde zeggen dat het, en dat maakt wellicht misschien ook wel moeilijker, dat je zelf ook niet altijd begreep waarom je uit beeld was geraakt. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben niet zo van het type die over trainers of wat er ook wil spreken. Maar ja, die soort gezegden van een trainer kan je maken en breken, ja, dat heb ik eigenlijk soort van meegemaakt, kan je zeggen. Want het eerste anderhalf jaar van de 3 jaar dat ik daar ben geweest, had ik het goed. Omdat ja, de trainer zag het in me. Hij liet me veel spelen. Totdat hij zelf vertrok. Nadat we een nieuwe trainer hebben gekregen, ja, daar was het de eerste half jaar met de nieuwe trainer was oké. Maar daarna werd hij zelf ook ontslagen. Daarna kregen we weer een nieuwe trainer en die zag het helemaal niet in me zitten. En zo ben ik eigenlijk op een zijspoor geraakt, kan je zeggen. Want ik kan van mezelf wel in de spiegel aankijken en zeggen dat ik voldoende en hard heb getraind om tenminste een kans te kunnen maken. Maar ja, in mijn oog heb ik die nooit gekregen. Ja, dat is het eigenlijk. Is dat aan de ene kant misschien ook wel lastiger, omdat je dan helemaal niet kunt begrijpen waarom. Tuurlijk. Maar is het misschien ook wel een houvast, wat je ook zegt, van ik kan mezelf in ieder geval nog recht aankijken. Ja, beide eigenlijk. Maar na een gegeven moment gaat het toch wel mentaal, gaat het toch wel echt zwaar worden, omdat je ook net als zei, je bent voetballer, je wil graag voetballen. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaat van alles door je hoofd heen en alles. En dan denk ik niet eens meer tot je gaat denken van, heb ik nou wel echt alles gegeven of wat dan ook. Nu, hoe ik hier nu sta en terug kan kijken op die periode, kan ik zeggen van, oké, ik heb wel echt alles ervoor gedaan. Kijk hoe ik nu zelf weer alles ervoor doe om zo snel mogelijk fit te worden, om zo snel mogelijk voor het team er te staan. Om belangrijk te zijn voor het team. Zo heb ik ook geprobeerd om een kans te kunnen krijgen. Om zoveel mogelijk te doen. Om nog na de voetbal zelf ook nog trainingen voor mezelf te doen. Om fit te blijven voor als er een kans überhaupt in de zomer of winter aan zou komen. Tot ik direct er klaar voor kan zijn. Of tenminste niet lang hoeven te hebben totdat ik weer klaar was. En ja, daarom kan ik zeggen nu tot ik terug kan kijken heb ik wel veel of bijna alles ervoor gedaan om die kans te kunnen krijgen. Maar ja, dat is me eigenlijk gewoon ontnomen. Nou, laten we het over goede dingen hebben. Want wat je al zegt, hè, probeer het plezier natuurlijk ook weer terug te vinden hier. Ja. Dan komt Twente om de hoek kijken. En dan is het eigenlijk in principe ook een beetje door het vertrek van Jaden Oosterwolde. Maar nou zie ik ook weer een beetje de interviews terug uit die tijd dat je bij PSV wegging. Dat je toen ook echt wel een beetje baalde dat je
toch weer voor linksback in aanmerking kwam en eigenlijk toch liever rechts staat. Heeft dat dan nu niet meegespeeld? Of was het dan van, ja, ik wil nu gewoon voetballen. Dat maakt nu echt niet meer uit. Heb je die positie ook niet meer zo? Ja, ik denk dat het nu echt helemaal totaal niet meer uitmaakt. Omdat ik zo lang niet meer heb gespeeld. En ik wil graag weer spelen. Ik wil graag weer minuten maken. En om natuurlijk Twente te helpen. Maar ook voor mezelf natuurlijk. Om mijn eigen carrière weer een boost te geven. Om, ja, ik heb maar voor dit halfseizoen. Om dit halfseizoen en daarna verder te kijken. Wat gaat er daarna gebeuren? Als ik hier nog extra blijf of als ik daarna weer een stap ga maken of wat dan ook. Dus voor nu maakt het echt totaal niet uit waar ik speel. Als ik maar de minuten kan maken. Ja. Dat is dan voor nu. Maar waar zit normaal gesproken dan? Wat heb jij meer met de rechtsback dan met linksback? Het is meer jouw positie? Is meer, ja, tuurlijk. Het is mijn sterke been. Het is waar je eigenlijk van kleins af aan helemaal naartoe bent opgebouwd. En ja, het voelt gewoon fijner, maar ik heb totaal geen probleem. Ik heb bijna al mijn wedstrijden, hoe je zegt. Ik heb 2 volle seizoenen bij PSV op linksback gespeeld. Ik heb zelf wedstrijden bij Hoffenheim op linksback gespeeld. Dus ja, als ik hier linksback kom te spelen, zou het niet uitmaken. Je bent er net, dus dat is logisch dat andere jongens die hadden hun plek natuurlijk al verworven. Dus dan is het aan jou om de trainer op andere gedachten te brengen. Precies. Hoe denk je dat je dat in je eerste optredens daaraan aan het werk bent geweest? Om hem op die andere gedachten te brengen? Ik denk, ik heb wel een goede indruk achtergelaten. Ja, ik heb het team, hoe ik al zei, ik ben hier gekomen ook om het team te helpen. We stonden jammer genoeg 2-0 achter. Hoe we erin kwamen, hebben we er 2-2 van gemaakt. Dus ik heb zoveel mogelijk mijn bijdrage bijgeleverd. En hoe je zegt, het is aan mij om de training te laten zien. Ik denk dat ik goede stappen maak op de trainingen om hem al te laten zien, om mijn concurrenten moeilijk te maken. Dus ja, de keuze ligt nu helemaal in de hand van de trainer. Ja, hoe zou je... Ja, uiteraard wil ik het liefst spelen. Maar vind je dan bijvoorbeeld dat je nu... ik zou de volgende keer wel iets meer minuten verdienen als ik inval, bijvoorbeeld. Of hoe gaat dat dan? Hoe denk jij daar zelf over? Eerlijk gezegd, voor mij, hoe ik erover denk, kan ik al van de start beginnen. Maar hoe ik al zeg, het is in de trainers hand. Het is aan mij natuurlijk om de trainer zo moeilijk mogelijk te maken. En te laten zien dat ik zo graag wil... beginnen en daar ben ik ook mee bezig om voor die 90 minuten te gaan. Ja. Nou, tot slot dan misschien. In het begin ging het even over ook weer spelen voor het publiek. Ik las ergens dat jij al gezegd had van dat jij zelfs dit in Eindhoven niet gewend was. Ja, nee, klopt. Ik was wel verbaasd van hoe het erg tekeer je ging. En ja, naar mijn gevoel was het van begin tot eind. Misschien komt het ook omdat het weer helemaal open is gegaan en alles na zo lang voor mij helemaal, maar ja, nee, ik was mooi verbaasd, ja, het was heel wat. Positief verrast, ja. Ik zei tot slot, maar dit hoort eigenlijk nog hierbij, want inderdaad, jij zou toch, je bent bekend in Nederland, dus in die zin, het is niet een onbekend stadion voor je, maar nee. Is het dan misschien anders als je voor ze speelt? Ja, klopt, want eigenlijk normaal gesproken bij uitwedstrijden of zo, ik hou me totaal niet bezig met rondom zaken of wat dan ook, ik ben gewoon echt letterlijk fully gefocust en dan nu dat je zelf vanuit de bank eigenlijk toekijkt, kan je zeggen, ja, dan zie je wel die dingen, dan komt het allemaal bij je op en alles. En ja, dan heeft het me gewoon verrast. Is me opgemerkt. Ja. Nou, mocht het je weer lukken om te scoren, dan moet je naar het uitvak rennen, want die is ook uitverkocht vrijdag. Oké, dat zal ik zeker doen.